الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vrede zij met jullie allen. Welkom bij deze lessenreeks waarin we het gaan hebben over het islamitisch geloof. In deze lessen zullen we kennis maken met de belangrijkste bronnen van de islam, de definities die binnen het islamitisch geloof gehanteerd worden en de doelstellingen van de sharia. We zullen een aantal vragen stellen die ook een link hebben met onze werkelijkheid, met de context waarin wij leven. En ik denk dat dit een goede manier is om de islam op een goede manier te leren kennen, zowel voor de moslims als anders gelovigen. Ik denk dat deze informatie die we met jullie zullen delen goed zijn voor een moslim individu om zijn of haar leven op een goede manier in te richten binnen de religieuze kaders. En tegelijkertijd is het ook een goede manier om hun pad naar de schepper, om hun pad naar Allah Jalla Jalaluhu, om hun pad naar Allah subhanahu wa ta'ala te vergemakkelijken. Er zijn heel veel mensen die met bepaalde vragen rondlopen, niet omdat ze het niet willen, weten, maar vooral omdat ze niet op de juiste manier aan die informatie kunnen komen. En daarom hebben we bedacht om dit te organiseren, met de hoop dat dit een laagdrempelige manier is om het islamitisch geloof beter te leren kennen. Voor een anders gelovige is dit ook een goed instrument en een goede middel om de islam beter te begrijpen. Want de islam is een belangrijk onderdeel van een moslimidentiteit. En als je de islam beter begrijpt, dan kan je ook de moslims beter begrijpen. Ik zeg altijd, je hoeft er niet begrip voor te hebben, maar beschouw dit als een goed middel om de ander beter te begrijpen. En als je achteraf tot de conclusie komt van dat is iets moois, dan is dat jouw conclusie. En als jij erachter komt dat dit afschuwelijk iets is, dan is dat ook jouw conclusie. Daar hebben we natuurlijk alle respect voor. Dus we zullen uiterst ons best doen om dat zo goed mogelijk uit te leggen. En vooral om het beknopt te houden. Mochten er vragen zijn of opmerkingen of zelfs correcties, die zijn van harte welkom. Stuur die ook graag naar ons. En wij zullen ons best doen om daar zo snel mogelijk een antwoord op te geven. Als ik kijk naar de debatten, maar ook naar mijn contacten met moslims, dan kom ik al gauw tot de conclusie dat er heel vaak sprake is van misconcepties. Wat bedoel ik daarmee? Ik merk dat er heel vaak over verschillende onderwerpen wordt gesproken, terwijl men niet eens weet wat de definities daarvan zijn. Want de definitie vormt in mijn ogen de basis van hoe je naar een bepaalde fenomeen of naar een bepaald onderwerp kunt kijken. Vandaar dat we besloten hebben om eerst met een aantal definities te beginnen. Wat betekent islam? Wat betekent moslim zijn? Wat betekent het praktiseren van de islam? Wat betekent geloof? Op wat is dat gebaseerd? En wat voor link heeft dat met het gedrag van een individu? Wat is een sharia? Het is natuurlijk een heel gevoelig thema, een heel gevoelig onderwerp, vooral binnen de Nederlandse context. Het wordt heel vaak geassocieerd met handen afhakken, met vrouwenonderdrukking, etc. En vandaag wil ik vanuit een taalkundig perspectief, maar ook vanuit een theologisch perspectief, deze termen benaderen om jullie een beeld te geven hoe dat werkelijk in elkaar zit en hoe wij als mensen in de eerste instantie hiernaar kunnen kijken. Laten we beginnen met de term waar we het vandaag over hebben. Want we hebben het over een cursus over het islamitisch geloof, over de islam. Wat betekent nou islam en wat betekent moslim zijn? Als we kijken naar de term islam vanuit een taalkundig perspectief, dan zien we dat deze term is afgeleid van twee stamwoorden. El-istislam of as-salam. Dus sin, lam, mim, drie letters. S-L-M. En deze drie letters hebben de betekenis van vrede, dus salam, of overgave en onderwerping. Deze twee termen hebben in mijn ogen iets met elkaar te maken en dat zullen we straks ook uitleggen.
In de technische betekenis van de sharia betekent de islam een overgave, een vrijwillige overgave en onderwerping aan de schepper. Deze onderwerping en overgave is gestoeld op kennis en zekerheid en tevens op vrije wil. Op vrije wil. En zometeen gaan we laten zien, gaan we uitleggen waarom ik dit benadruk, dat het op vrije wil is gebaseerd en niet een onderwerping, een overgave aan God vanwege een zwakte of vanwege lichtzinnigheid, zoals sommigen helaas vandaag de dag beweren. Dus de islam vanuit een taalkundige perspectief betekent overgave aan onderwerping, maar vanuit een technisch perspectief betekent dat een vrijwillige onderwerping en aan overgave wat gestoeld is op kennis en zekerheid en niet wat gestoeld is op twijfel en angst. Laten we deze twee definities met elkaar linken, de taalkundige betekenis en de technische betekenis. Wat betekent nou moslim zijn volgens die definitie? Vrede ervaren en zich overgeven en onderwerpen aan de schepper. Wanneer iemand middels het verstand tot de conclusie komt dat er een schepper is, middels het verstand. Het hart kan daarbij een rol spelen, maar het belangrijkste bij geloven is dat het op basis dat het verstand geaccepteerd, door het verstand geaccepteerd dient te worden. En daarom wordt iemand die geen verstand heeft, of iemand die beperkte vermogen heeft, verstandelijk beperkt is, die wordt vrijgesteld van alle rituelen, zelfs van het geloven in God. Waarom? Want hij mist een heel belangrijk element van mens zijn, volgens de islamitische bronnen, waardoor hij niet aangesproken wordt of vrijgesteld wordt van alle activiteiten, alle religieuze activiteiten en rituelen, zelfs van het geloven in God. En die persoon wordt op de dag des oordeels ook niet berecht. Die zal dus het paradijs zonder een test, als ik het zo mag zeggen, binnentreden. Dus de islam is een proces. Een proces waar iemand dus, waarin een individu bepaalde vragen stelt over het bestaan van God. En vragen over zijn eigen bestaan. Wie ben ik als mens? Wat maakt mij tot een mens? Waarom kan ik praten? Waarom kan ik nadenken? Waarom kan ik mijn grenzen overstijgen? Ik kan niet vliegen, maar ik heb daarvoor gezorgd middels het verstand dat ik wel kan vliegen. Ik kan niet de diepte in de oceaan bereiken, maar middels mijn verstand kan ik dat wel bereiken. Wie heeft me op deze manier gecreëerd? Waarom is mijn lengte op deze wijze? Waarom heb ik huidskleur? Waarom kunnen we op deze manier communiceren? Dat zijn allemaal vragen die een individu over zichzelf dient te stellen. En dat wordt vanuit een Koran, vanuit een Koranisch perspectief, gestimuleerd. Allah zegt in de Koran, wafi anfusikum afala tubsirun, kijk jullie niet naar jullie zelf, hoe jullie geschapen zijn. Kijk jullie niet naar jullie zelf, hoe jullie in elkaar zitten, want dat zal ervoor zorgen dat jullie schepper beter leren kennen. Dus de eerste stap om die innerlijke vrede te ervaren, is jezelf leren kennen. Wie ben jij nou als mens? Soms heb ik het gevoel dat wij als mensen vergeten wie we zijn, waardoor we onszelf als goden hier op aarde beschouwen. Tweede stap is je schepper leren kennen. Oké, als je tot de conclusie komt dat er een schepper is, dan is het belangrijk om te weten, om te kennen wie die schepper dan is. Wat zijn bedoelingen zijn. Waarom heeft hij ons hier op aarde gezet? Ik denk dat dat een hele legitieme vraag is. Want je bent hier op aarde en ik denk niet dat jij of ik of wie dan ook ooit de keuze heeft gemaakt om hier te zijn. Uit het niets was je er. Ja, je ouders zijn bij elkaar gekomen, et cetera. Maar heb jij de keuze gemaakt om hier te zijn? Ik denk het niet, ik ook niet. Ik heb ook niet voor mijn ouders gekozen. Dus het is iets wat voor jou is besloten. Door wie is dat besloten? En hoe is dat tot stand gekomen? Dat zijn allemaal vragen die we onszelf dienen te stellen om te weten wie we zijn en wie onze schepper is. En wanneer je dit proces hebt doorlopen van vragen stellen, van nadenken, kom je tot de conclusie dat er wel een schepper is. Ik heb dat natuurlijk nu heel beknopt uitgelegd, maar voor velen is dat een proces. Soms is dat een proces van maanden, soms is dat een proces van jaren om tot die conclusie te komen. Dus het is heel veel onderzoek, vragen stellen, kritisch vermogen hebben, kritisch vermogen ontwikkelen en dit soort belangrijke vragen stellen. Dus wanneer iemand tot de conclusie is gekomen dat er een God bestaat,
wanneer iemand tot de conclusie is gekomen dat, dat hij een mens is met beperkingen, met grenzen, en tot de conclusie komt dat zijn God, dat zijn schepper alles in handen heeft, dat hij de Almachtige is, dan creëert dat een innerlijke vrede en rust. Van er is iemand die mij voorziet van alles wat ik nodig heb. En dit is ook een directe of indirecte middel, een instrument om je nederig op te stellen ten opzichte van deze schepper. En dat is wat wij noemen vrijwillige onderwerping en overgave. Want je kunt altijd kiezen of ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar wanneer je beslist om moslim te worden, dan kies je er vrijwillig voor om het op deze manier te doen. En om God te gehoorzamen. En daarom zegt God in de Koran, La ikraha fi din, er is geen dwang in godsdienst. Heel veel mensen interpreteren dit vers als er is geen dwang in religie. Met andere woorden, het is niet toegestaan om iemand te dwingen. Ik zeg, en het is niet toegestaan om iemand te dwingen. En het is onrealistisch en onmogelijk. Want geloof is een proces, is een innerlijke proces. Je gaat daar, je gelooft erin met je verstand. En je accepteert het met het hart. Het is dus niet iets wat je kunt afdwingen, al zou je dat willen doen. Als ik jullie dwing om deze kleur achter mij als zwart te zien terwijl het wit is, dan heeft dat ook geen betekenis. Dus dat is al-islam. En al-islam, waar heeft islam mee te maken? Al-islam heeft vooral te maken met het uiterlijke. En straks komen we andere onderdelen van het geloof tegen, waarin dat nog duidelijker wordt. En de islam, als we die vanuit een islamitisch theologisch perspectief bekijken, dan hebben we de vijf zeilen natuurlijk. Het gebed, of eerst de shahada, dus getuigenis afleggen dat er God bestaat, dat er maar één schepper bestaat die het recht heeft om aanbeden te worden. En twee, het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden, salah. En het geven van zakat. Een zakat is niet zozeer een liefdadigheid, maar het is een recht van de armen die rijken geven op het moment dat ze een bepaalde drempelbedrag bereiken. Nu is het ongeveer 4000 euro in deze tijd. Dus wanneer iemand die drempelbedrag heeft bereikt, betaalt hij zakat aan de armen, want dat zorgt ervoor dat er... dat men niet alleen maar als een individualistische wezen door het leven gaat, maar ook aan zijn medemensen gaat denken. Het vasten, wij zitten ook in de maand Ramadan, dat is een van de zuilen van de islam, is een van de pilaren van de islam. Eén keer naar bedevaart gaan, dus één keer op bedevaart gaan op het moment dat de persoon in staat is, dat geldt overigens ook voor het vasten. Iemand die in staat is om te vasten, dient te vasten, maar zieken, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, dat zijn mensen die vrijgesteld worden van het vasten. Hetzelfde geldt voor hajj, iemand die niet rijk is, iemand die het niet kan veroorloven. Dat geldt ook voor zakat, iemand die geen zakat kan betalen, hoeft het natuurlijk niet te betalen, kan het ook niet betalen, maar dient het juist te krijgen. En dat zijn dus de vijf pilaren die vooral met het lichaam te maken hebben. Van shahada spreek je met je tong uit. Shahada teen, dus getuigenis, spreek je met je tong uit. Zakat geef je ook weg. Hajj is ook een persoonlijke reis. Een reis die je aflegt. Vasten doe je ook met je lichaam. Je onthoudt jouw lichaam van eten en drinken en geslachtsgemeenschap. Dus islam als praktijk heeft vooral met het uiterlijke te maken. Iedereen kan zich voordoen als moslim. Iedereen kan dat kan doen alsof hij aan het bidden is. Maar van binnenuit niks voelt of niet echt gelooft. En daarom hebben we een tweede belangrijke onderdeel van de islam. Dus je hebt de islam als geheel, als godsdienst, als een manier van leven. En daaronder valt de eerste categorie die we net hebben uitgelegd. Dat zijn de vijf zeilen, de praktijkgerelateerde zaken van de islam. En tweede is al-iman. Wat betekent al-iman? Al-iman betekent het innerlijke proces om tot de conclusie te komen dat er een God bestaat. Dus je gelooft in het ongeziene. Meer hierover in de volgende les, inshallah. Barakallahu fikum. Dank voor het kijken. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.